Wolkenvelden mag brede opklaringen trekken over ons land. Met name in het zuidoosten zijn wolkenvelden aanwezig, ook over het midden en noordwesten van het land. Uit die bewolking valt af en toe een spat regen, vanochtend met name in het zuidoosten en later vanochtend kan er in het noorden enkele bij ontstaan. De temperaturen dan rond een graad of 20, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk op de warmste plaatsen, lokaal zo'n 25 graden, zeker landinwaarts op plaatsen waar de zon flink doorbreekt. Er is wel een kans op het toenemen van de regen- en onweersbuien in het zuidoosten van het land, maar dat is meer iets voor vanavond en vannacht. De temperaturen blijven daar dan lang hoog, met de waarde ruim boven 20 graden. In het noorden van het land koelt het iets sneller af. Morgen dan is er op meer plaatsen kans op buien, met name in het binnenland. Ook dan. Met kans op een klap onweer. Temperaturen een stukje lager dan vandaag, met 22 of 23 graden. En dat alles bij een matige Zuidwestenwind. Ook de komende dagen wisselvallig zomerweer. Donderdag is het dan op de meeste plaatsen droog. Misschien in het noorden van het land een bui. Vrijdag is het weer wat warmer. We zien we op meer plaatsen buien. En in het weekend neemt de kans op buien weer iets af. En de temperaturen die blijven rond de grens van zomerse waarde liggen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.